Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Laten we snel kijken of er al nieuws is over het verdwenen paard van Sinterklaas. Regie, kunnen we doorschakelen naar Bram? Ja, hoi allemaal. Helaas is er nog geen nieuws te melden. En ik heb ook nog niet iets anders kunnen vinden wat het paard van Sinterklaas o zo snel kan vervangen bij de intocht. Ik ben onderweg naar het Pieterhuis om te overleggen met Sinterklaas. Ja, nee. Hallo Sinterklaas, bent u daar? Maar hoe je het ook bent of keert. Rolf, ik wil je heel erg bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. We spreken elkaar snel. Dag hoor. Dag Bram. Dag Sinterklaas, hoe is het met u? Het gaat prima, maar ik heb het erg druk. Ik moet nog wat telefoontjes plegen, verlanglijstjes in het grote boek schrijven, tekeningen bekijken. Ja. Maar dat doe ik van achter dit fantastische bureau, Bram. Ja, maar Sinterklaas, heeft u gehoord van het grote probleem wat we hebben? Een groot probleem? Hey, Bram, jij ook hier? Peter Piet, ja, ik wil Sinterklaas net gaan vertellen van ons grote probleem. Een probleem? We hebben helemaal geen probleem. Kom jij maar even met mij mee, ik kan je hulp goed gebruiken. Ja Bram, het is dus niet de bedoeling dat jij gaat vertellen dat we aan Sinterklaas onze paard kwijt zijn. Ga jij dan maar gewoon verder met je zoektocht? Ik hoorde dat die meneer van die motor nog wel je hulp kon gebruiken. En waar vind ik die meneer van die motor? Nou, goed. Als je dus bij het Pieterhuis start, ga je eerst rechts. Ga je daarna bij de kapper links, kom je ongeveer uit bij de Albert Heijn. Als je daar nog een keer links gaat, kom je weer bij het Pieterhuis uit. Nou ja, en als je dan bij het Pieterhuis bent, dan ga je eigenlijk in één streep 200 meter rechtdoor naar het noorden. Daar vind je die meneer van die motor. Nou, ga ik die opzoeken. Hoi! Hola! Net op tijd opgelost, Kleter Piet. Goed werk. Maar dat we o zo snel nog niet teruggevonden hebben, is minder fraai. Tijd voor spoedberaad op mijn kamer. Alle Pieten verzamelen. Ja. Oké, Pieter, luister. We hebben Oostsnel nog steeds niet teruggevonden. En Bram heeft nog geen ander vervoersmiddel kunnen regelen. Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb. We gaan terug naar de boot en we varen terug naar... Hoofdpiet, wacht! Voordat je het nieuws gaat vertellen, wil ik zeker weten of we compleet zijn. Ik ga met alle Pieten even naar de gang, zodat ik ze één voor één kan tellen. Kom Pieter, we gaan! Luister Pieter, ik ben heel erg bang voor het slechte nieuws wat Hoofdpiet ons gaat vertellen. Ik ben namelijk bang dat hij gaat vertellen dat we terug moeten naar Spanje. Oh. Dit is onze laatste kans om o zo snel terug te vinden. Kijk gauw in alle hoeken en gaten. Oké. ...299, 299, 299, 200. Zo, dat was één keer rechts, vier keer links en daarna 200 meter naar het noorden. Dan zou ik hier ergens die meneer van die motor moeten kunnen vinden. Hé, daar staat iemand met een motor. Kijk, daar hebben we een meneer van die motor. Mooi ding hoor. Hé, maar ik hoorde dat jij misschien wat voor ons kon betekenen bij de intocht van Sinterklaas in Dwingeloo. Ja, dat klopt. Kijk, want ik hoorde dat het mogelijk door deze motor is gekomen dat het paard van Sinterklaas weg is. Dus ik moet ook een oplossing hebben. Ja, en wat is die oplossing dan? Dat Sinterklaas bij mij achter de motor gaat zitten en dan gaan we oeren het over de brink. Dat giet zo. Ja, dat maakt nu even niet uit, Hoofdpiet. We hebben nog een laatste poging gedaan om o zo snel terug te vinden. Maar niemand heeft iets gevonden, toch? Nee, sorry. Nee, o zo snel is echt kwijt. Ja, die conclusie had ik ook al getrokken. Ik stel voor dat we teruggaan naar de boot en dan varen we terug naar Spanje. Nee. Pieter, kom mee. Oh, nee.
Dag Pieter. Dag Sinterklaas. Waar gaan jullie naartoe? Wij gaan even een fijn stukje varen. Gaat u mee? Wat leuk. Ik ga met jullie mee. Jullie gaan maar voor. We hebben bijna de vlag vergeten. Oh nee, dat lijkt helemaal niet goed te gaan. Gaan ze nu met z'n allen terug naar Spanje? Dat betekent geen cadeautjes, geen intocht en geen pakjesavond. We gaan nu snel kijken naar het weerbericht. Ik ga even naar de regie om met ze te overleggen. Regie! Vandaag houden we het weerbericht kort. We gaan het hebben over de temperatuur. Het is misschien een beetje koud en een beetje warm. Ja, het zit er een beetje tussenin. Dus misschien is het verstandig dat je een jas aan doet. Maar ja, misschien is het ook wel zo lekker warm dat je hem weer uit kan doen. En ja, ik zou in ieder geval zeggen, trek je leukste kleren aan, want dat heb ik ook gedaan. En dan hebben we nu nog de spreuk. Assen, Meppel of Maastricht. De trein die gaat niet verder. Einde van het weerbericht. Nou, aan zulke berichten hebben we ook niet veel. Maar ik heb even contact gehad met de regie. En aanstaande zaterdag om 3:00 bij het voormalige gemeentehuis op de Brink in Dwingelo hebben wij een extra live uitzending van het Sinterklaasjournaal. Zien we je zaterdag? Tot dan!